Dus ja, die dame daar moet alleen nog blijven. En dan laat ik eeuwen wel bij haar. Dan heeft ze wat afleiding, televisie aan. En ja, ze kan nou helemaal niet mee, maar ik zie ook. Nou, dan zien jullie jezelf, denk ik. Leuk zo. Ik zal hem even wat verder wegzetten. Want anders lukt het mij niet, want het is het te zwaar. Een hele goede middag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer maandag. En ja, de hoeveelste? Dat is de 20ste. En we leven om 13:24 uur. Dat ik ga mij zo klaarmaken om naar het hospice toe. Nee, niet het hospice. Bij Modderdor. Ja, dat hoeft niet meer. Ik moet naar de aula, naar de Leahof. Ja, daar moet ik naartoe. Dus ja, die dame daar moet alleen nog blijven. En dan laat ik eeuwen wel bij haar. Dan heeft ze wat afleiding, televisie aan. En ja, ze kan nou helemaal niet mee. Maar ik zie ook nog iemand die er geloof ik in wil. Kom dan. Oh, die gaat naar buiten. Ja. Goed zo, nou die blijft buiten. Nou, dat mag wel. En dan is Kandalfie binnen. Ewen die zit daar op de vensterbank. Ewen. Ewen. Hallo. Goed zo. Hé, ja nou? Ja, zal ik ook zeggen. Ja, dat eentje gaat natuurlijk achter de deur als we hier de grootste bonje. En dat moet maar niet. Nee, ik hoef niet de boel kapot te hebben. Maar in ieder geval weten jullie dat eventjes. Welkom trouwens bij een nieuwe vlog. En ik hou jullie natuurlijk van alles op de hoogte. Ik denk dat jullie gaan niet mee. Nee, nog een Nendo, mag niet. Ik moet ook even nog een bosje bloemen halen. En ik denk een bosje witte rozen of zo. Ik weet het ook niet. Nee, dat... ik weet niet eens wat voor lievelingskleur was, is dat niet erg? Maar ja, als er maar bloemen komen, ja. Dus lieve vrienden, geniet van jullie dag. Het is hier een beetje wisselvallend. Dan weer zon, dan weer bewolking, maar nog geen regen gezien hier. Toch is de weg wel wat vochtig, maar niet echt droog en niet echt nat. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, geniet van jullie dag en doe het met een lach. Proberen wij ook te doen. Ja hoor, we gaan gewoon door met die banaan. Ja toch? Ze zegt tot straks maar weer. Doei! Ja, lieve vrienden, ik ben weer thuis. Ik ben in het Leahof geweest. Ik had een prachtige, mooie bos met bloemen mee. Er kwam nog een andere familie. Daar heb ik eventjes vluchtig kennis mee gemaakt. Dat was de broer van mijn surrogaatzusje, dus ja, surrogaatbroer, met zijn zoon. En ik probeerde hier één te negeren, en dat is natuurlijk die daar loopt. Ja, want die heeft niks anders gedaan dan janken, blappen, piepen en doen. Af en toe een kwartiertje stil en dan begon ze weer, of 10 minuten, of 5 minuten. Maar in ieder geval heel kort was ze stil en dan begon ze weer nou. Vreselijk was het gewoon. Dus ja, ik probeer haar nou te negeren. Kijken of dat ook wil helpen. Ik weet het niet. En ik heb wel wat voor haar gekocht. Maar dan krijgt ze vanavond pas wel niet zo weer lief is. Ja, ik vind het nou wel niet lief, want ze piept. En ze doet, ja, ze moet maar weten hoor. .nl, ja. Ik heb ook natuurlijk voor de familie, en die stuur ik naar Wilma toe, een kaart gekocht. Ik weet niet of jullie dat zo kunnen lezen. Ik zal hem ook even voorlezen. Woorden schieten tekort. Wanneer het liefste bezit een herinnering wordt. Met oprechte deelneming. Nou, van binnen blank, dus kan ik het gedicht weer schrijven. Wat ik al had. Het is notes 2. Ja, ik heb er ook 2 gemaakt, dus zet ik die ook hier weer in. Simpel.
Ja, vind ik wel fijn. En dan de envelop, maar er hoeft geen postzegel op, want ik breng hem zelf heen. En dan kan die dame wel mee. Dat doen we morgen even. Dus, maar ik zal hem straks even schrijven. Ik ga een bakje koffie doen, daar ben ik wel aan toe. Want het is koud. Ja. Ja, maar daar binnen natuurlijk ook. Want dat, ja, dat moet er koel zijn, hè. Het mag niet, geen verwarming aan, hoor. Nee, echt niet. En dan is het daar ook nog kouder dan normaal. Wanneer de kachel uit zou zijn in je woonkamer, dan is daar nog kouder, ja. Maar oké, daar komen we ook wel weer overheen. Enkel, ze zaten niet op hun post, want ik ben gewend als ik daar dan aankom, voor wie dan ook of wat dan ook. Er is altijd wel eentje op de post die de deuren open doet. En nou niet. De booster stond nou buiten onbeheerd en dat vind ik een beetje een eng gedachte. Want ja, ze kunnen hem zo meejatten en dan zeggen ze, ja hoe dan, het slot, ja, maar die hebben ze zomaar kapot tegenwoordig. En als jij hetzelfde merk booster hebt dan ik, ja, dan kun je zo inwisselen als die van jou bij wijze van spreken oud en versleten is. Je vindt die van mij mooi, nou, dan is jouw sleutel, die past dan op die van mij. Nou, nee, dank je. Nee hoor, dat hoeft niet. Die sloten moeten zo dat er gaat eens een keer zien te veranderen. Maar oké, ja, ik zal het even laten zien aan jullie. Moet ik eventjes mijn goud rekken. Oh, pijn in mijn rug ook. Maar ja, gaat ook wel weer over. Die heb ik voor haar gekocht. Ja. Nou, aan die kant zit een piepetje en aan die kant, maar dat laat ik nou niet horen. Nee, komt wel. Anders wordt ze gek. Moet maar niet. Ze ligt nou op de bank, rustig, eindelijk. Ze had ook wat omgegooid. Ik heb hier een sieraden doos, box, wat is het? En het lijkt op een bijbel. Lijkt net ook een boek. Daar zit een touwtje, een stootpootje, dat het niet om kan. Of, ja, weet ik wel. Nee, hoe noem je dat? En hier ga je ook scharnieren. Dan heb ik hier een slootje. Mijn sleuteltje die hangt daar. Maar dan kan ik hem open doen. En het is voor sieraden. Ik zal het sleuteltje even pakken. Mijn stok hangt daar. En dan moet ik ergens anders op zien te leunen. Uitgedaan. Dan moet op de koelkast. Zo. Oh. Dan maak ik hem eventjes open. Maar die was dus op de grond gevallen en die klap die hoorde ik terwijl ik halverwege was. En dan moet ik het nog open krijgen. Ja, dat doet hij. Even zo. Hup. En dan heb je het zo. Nou, dan zien jullie zelf denk ik. Leuk zo. Ik zal hem even wat verder wegzetten. Want anders lukt het mij niet, want het is er te zwaar. Nee, het gaat nog niet. Zo, en dan kan die kant op. En die kant op. Nou, dan kun je er sieraden in doen, of weet ik veel wat. Dan behoort hier nog een stangetje. Niet of jullie dat zien. Hier ook zie je een plankje en aan die kant ook aan de andere kant. En daar hoort een stangetje tussen en daar hoor je, kun je ringen aan hangen of zoiets dergelijks. Ja, die heb ik. Dat is het enige wat mist. Maar die heb ik afgelopen zomer, vorig jaar dus, gekocht op de Juttersmarkt bij de rommelmarktafdeling. Ja, dus die mensen hebben geen kraam, maar die zitten, ja, of ze moeten eigen tafels meenemen. Maar de meesten die zitten ook daar dan op een kleed op het grasveld. Dan moet ik dat weer dicht schieten krijgen. Oh, gaat lekker. Die er eerst uit. En ik heb geen kracht momenteel.
Is wat? Nee, je zit nog niet vast. Moet toch vast kunnen? Moet het toch zo... Nou zeg. Zit er mee op je zit? Ja, zie wel. Hij wil wel dicht. Hij moet, ja, net wat ik zeg, je moet het. Het is met kracht. Oké, okay, dan weten we dat ook. Ja. Nou, dan moet die daar doorheen. En daar doorheen. Zo, gewoon via de bak zelf even dicht gedaan. Ja, zat met bloesje. Oh nee, zat er tussen, zat gewoon vast. Zo, nou. Hangen we die zo meteen wel weer op. Maar mijn handen zijn ook gelijk, ja, weet ik veel. Komt ook goed, zal ik even wassen. Maar in ieder geval, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. En doe het met lach. Ga ik ook proberen te doen. Ik ga zo meteen eerst naar het kleine kamertje. Anders hou ik het nog weer niet droog, want dan moet ik dweilen en daar heb ik ook geen zin in. Dan een bakje koffie, en daar heb ik wel weer zin in. En een plakje cake erbij, heb ik ook zin in. Dat mag allemaal. En dan doe ik de computer aan. Komt ook allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, tot straks, doei! Ja, lieve vrienden, wat is het donker. Kijk of ik dat kan veranderen. Een klein beetje wel. Klein beetje wel. Zo. Ja, het is nog steeds vandaag natuurlijk maandag 20 januari. En we leven om 9 minuten over 5. Ja, ik ben bezig met de videopad. Ik heb al een plaatje ervoor klaar voor op YouTube. Maar ik ga nou eerst mij klaarmaken om met die dame daar te gaan lopen. De manninchen ook. Oké, dan. Gezondheid. Ha. Dat heb ik dat ook maar weer gedaan. En als ik terugkom, dan is dat klaar. En dan kan ik dat even naar YouTube brengen. Ja, toch? Ja. Ik heb de kaart naar Wilma ook geschreven. Die kan morgen kan ik die erheen brengen. En dan moet ik eventjes allemaal om even weer bekijken hoe ik dat moet hebben. Want morgen komt Sandra. Tenminste, zover ik weet. Want vandaag, heb ik maar even Rebecca afgezegd. Omdat ik naar de aula wou. Ze zei, nou, dan kom ik woensdag wel bij en vrijdag. Ik zei, prima. Vandaag zou Jack komen voor Cirilo. Nou, die appte zelf af, die is weer ziek. En ik vroeg me zo mezelf af, nou markeer ik vaak wat, dan ben ik vaak ziek. Maar die helemaal. En ik, jeetje Marie, alweer. En hij gaat ook niet door, hè. Als hij zich maar een klein beetje, al een beetje meer voelt, hij gaat niet door naar zijn werk. Nou, dat zou ik wel doen. Ik bedoel, dat deed ik vroeger ook, zou ik nou nog doen, ja. Maar wie ben ik? Ik ben ook maar een mens, ja. Vlees en bloed en iedereen is gelukkig verschillend. Maar ik zelf, ja, als ik me maar een klein beetje meer voel, nou, kom zeg. Je gaat er niet dood van? Nee, niet daarvan. Gelukkig niet. Nee. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, ik ga er door met die dame daar. Ja, ze ligt daar naast Ewing. Ewing ligt op een kussentje. En zij was ernaast. Dus ik zeg tot straks weer. Doei!